hier hangt hij. Hier hangt het. Kijk eens aan. Zal ik losbarsten? Doe maar. Ja. Goed. Paf. Waar we naar kijken is een drieluik, zoals je ziet, van Dirk Bouts. Hij kreeg de opdracht voor een kostelijke tafel. Dat wil zeggen, een duur paneel. Een tafel is een paneel. En kostelijke is niet kostelijk, zoals wij vinden, kostelijk leuk. Nee, een kostelijk, een duur. En waarom is het duur, Maarten? Omdat hij alles zelf geschilderd heeft. Er is een contract opgemaakt. En dat is natuurlijk uitermate interessant voor ons. Want omdat je daar ontzettend veel uit leert. Ten eerste, hij moest beloven dat alleen hij eraan werkte en niet leerlingen. Oh. En ja, kijk, als je natuurlijk goed kijkt en je kijkt bijvoorbeeld naar die mantels van die twee discipelen op de voorgrond, dan zie je dat dat natuurlijk kwaliteit heeft. En alles wat je als detail bekijkt, heeft kwaliteit. Wat je natuurlijk ziet, is het, wat wij dan noemen het laatste avondmaal. En als je ziet wat Christus doet, die spreekt natuurlijk, dat is dat gebaar dat hij zegt van luister. Hij heeft natuurlijk die ouwel in zijn hand, dit is mijn lichaam. En de kelk natuurlijk, waar de wijn in zit, is mijn bloed. Je kan natuurlijk onmiddellijk zien wie Judas is. Zien jullie dat? Nee. Nou, Judas zit traditioneel qua iconografie altijd voor de tafel. Oh. Dus dat moet of de linker of de rechter zijn. Nog steeds is iemand met zwart haar toch niet helemaal deugend. Wij deugen natuurlijk niet. En je ziet hoe die ook zit. Ik ben nu grijs, dus ik ben geleidelijk aan een goed mens geworden. Ja. Jij ook, toch? Ja, ik precies hetzelfde. Die deugt nog een beetje niet. Ja. Kijk even naar de manier waarop Judas zit. Zie je die hand in die rug? Ja. Het interesseert hem geen reet. De bedoeling was ook dat op die zijluiken, wat heel gebruikelijk was, situaties zouden worden afgebeeld uit het Oude Testament. Dat noem je prefiguraties. Die eigenlijk aankondigen wat er in het Nieuwe Testament gaat gebeuren. Dat is een prachtig ding, by the way. Prachtig. Dat is een geweldige schilderij. Dat vond ik echt geweldig om eens even te zien.